Yo guys, Lesje hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is de allereerste video in 1.16 in de Minecraft Survival Season 2 server. Ik ben hier niet alleen. Ik had gedacht er mensen gingen komen. Alleen Simon is gekomen. Bedankt Simon. Fuck you man. Dus we gaan in de nether. Are you fucking ready? Oh ja, leuk dat jij niet pit, Simon. Let's go, let's go, let's go. Ja, yes. Oh shit. Oh. Yes! Oh, wat zal dat als? Heb je nog rockets? Voor ja, ik zal er een paar geven. Oh, dat is een ding! Een blaze! Voor je een nieuwe map of niet? Ja, nee, maar ik bedoel. Oh, fuck you! Wow, yo, check deze gast! Check die sound hier! Holy fuck! Oh, wat? Boy, oh shit. Oeh, fucking shit. Stelen. Wat kan ik daarmee maken? Polished basalt. Ah, dat ziet eruit als een verbrande boom. Piglin, huh? Oh, dat maakt ander geluidje als je hierover stapt, joh. Ja, dat is fucking raar, man. Ook zoveel particles, dude. Ja, zoveel... maar deze ziet er toch echt goed uit, nee? Ja, dat... of vind je het wel over de top? Nee, dat is niet over de top. Maar wajoh, gast, deze is toch ziek? Deze vind ik echt ziek. Hoe kom ik eigenlijk in die kutfortress? Be right back. Wacht even. Yo, ik start met een view en ga je direct weer weg, godverdomme. Oh. Holy shit. Oké. Zeg je al terug? Ja. Je bent amper weg geweest gisteren. Nee, ik moest gewoon even de deur dicht doen. Oké. Wat rare plek is deze? Bluestone. Hey, kijk daar beneden, die dingen. Oh, die nieuwe mobs. Maar we moeten eerst zo'n bos vinden dan, hè. Bayan vind ik echt ziek. Deze is echt niet... Deze doet mij echt denken aan Mustafar. Alles maar wat zoals Star Wars eruit zie, vind jij goed, of hè? Ja, nee, man. Boe, boe. Ik ga wat Blackstone meepakken. Blackstone matters, dude. Blackstone matters. Het maakt wel een vies geluidje als jij die basalt mindt, gast. Nou, Jarno vindt het al niet zo speciaal, hè, zo weg. Nee, hij is er terug. Oh. Welkom back, Jarne. Oh, bye, Jarne. Oh, dag, Jarne. What the fuck is deze geluid? Oh, joh, die cave sounds hier zijn niet zo cool. Wat? Ik ga gewoon een stekje blackstone meer doen. Je kunt daar stenen tools van maken. Wat? Ja. Je kunt er zorg je kunt overleven in de nether. Dus kun je de rail net gelezen, maar het is de bedoeling dat je alles zo'n beetje proper achterplant. Dan boeit me geen kloot, joh. Ja, dat dacht ik al, fuck you. Waarom zijn magma slimes zoveel sneller? Wat? Oh mijn god, F. Ah, wat is er gebeurd? Ja, burn to death. Oh, ik wil niet weten wat er is gebeurd, ja. Wat de hel is daar? Hé, hey, er zit zo eentje op de andere. Maar kom, ik wil die nieuwe boom vinden eerst. Dat. Ja, hier een broken portal. Oh! Nee! Nee! Ik zie je eerst. Oh, fuck. Het eerste wat hij heeft overleefd is uw broek. En een ei. Oeh! Je bent 1 minuut in de kut, nee. Jij stond in de weg, gast. Ik had op je steken. Jee. Oké, we zitten dus hier in de nieuwe bomen bij je. Holy shit, gast. Ga weer eentje weg. Met u. Moet jij anders ja, met ex mijn ex of wat? Dat maakt zo'n vies geluid. Hey, oh, hallo. Is er jij nog mooi? Je hebt geen gold aan. Ja, dat boeit mij geen flikker. Hey, er is er nog een. Oh shit. Ah, ik heb een hoe bij. Ik ga eens kijken of dat werkt. Ah ja, kijk, kun je een hobo mee weghalen. Er is een piglin kwaad. Ja, dat... Maar die baby piglings doen niks, denk ik. Ja, wacht maar tot ze opgroeien. Oké. Okay. Dan worden ze net zo groot krapul als een ouders. Dus als het goed is, als je die pakt... Ah ja, die heb je nodig, zodat ik op die dingen kan rijden, maar ik heb geen zadel. Ah, als nu mijn Elytra breekt, heb ik wel een klein massief dik. Aha, oké. Okay. Oh, nee! Wat gebeurt er? Hm.
Wordt je aan het vliegen als jij. Oh mijn god. Oh mijn god. Amai. Amai. Klote honden. Ja, wacht, ik ga weg van hier. Ja, ik zeg u, blijf alsjeblieft weg van dat lava meer, want dat is niet safe. Ja. Jezus, mijn hart. Ja, salut. I'm sorry, little one. Goed, ja, ik denk zo eens terug naar de overworld, ja. En we gaan wel spelen met de nieuwe blokjes. Jij hebt me achterlaten in de nether. Ja, eigenlijk wel. Ik weet niet of het waar is, maar de legendes zeggen dat je op deze kunt klimmen. Ja! Nice. De legendes zeggen, bro. Hello. Waar is jullie broertje Roodbos? Ik zie hier de Rode Zee, maar... Ja, dat Rooddorpje is precies wat verder, de rode bossen. Ik kan wel eens even terugvliegen. En aan het dorpje is... What the fuck was dat nu weer? Aan het dorpje is er ook wat veranderd. Ziezo. Hier heb ik nog een timelapse van gemaakt. Alleen moet die timelapse nog online komen. Zijn jij weer al in de lava gevallen? Dat kan. Ja, ik hoor het al aan mijn water. Oké, dus mijn plan was... om deze coalblocks te vervangen door blackstone. Dus ik ga eerst nog wat troepen wegsteken. En dan yes, we shall see. Hè. Laat me ook achter in de comments wat jullie vinden van de nether update. Ik vind hem fucking nice. Oké. Okay. Zolang dat je niet doet. Ah, maar... Kun je niet een brik van maken? Ah nee, polished. Laten we eens kijken wat deze er mooier staat. Wow, yo, kijk rechtsboven, gaan. Het zorgt wel voor meer contrasten. Maar ik weet niet of het mooier is om eerlijk te zijn. Ah! Waarom valt die me aan? Ik denk eigenlijk dat ik deze het beste vind. Ja, heb ik deze vier blokjes voor niks gemaakt? Of misschien niet? Aha. Ja. Dan kan ik deze weghalen. Oeh, yeah. Episch. En dan plaats ik er hier ook gewoon één voor. Oeh, yeah. This is looking very good. Japans. Ik wou hier ook nog saal lanterns maken. Maar dan moet je met een saal torch doen. En ik weet niet hoe je een saal torch maakt. Dus. Voilà. Mooi, oh, gast. Hm? Ik kan weer mijn kant dot gaan. Ik heb nog één haartje. Kun je wat de blackstone er beter uitziet? Ja, het is een nieuw blokje, I guess. Nee. Oké, zo ziet het er wel leuk uit met de combinatie van de drie, vind ik. Okay. Ja. Time to commit suicide, I guess. Je bent echt een mop, gast. Je bent echt een mop. I don't know if this is better, but... Yeah. We laten het zo. Hoe maak je een salt? Ah, dat is mijn fucking sal dingen. Met soul fire is dat waarschijnlijk. Nee, met dingen. Of soul scent. Ja. Maar alhoewel, ja. Als het gewoon met sal scent is, dan kan ik dat toch maken. Of is dat niet met de andere soul scent? Want je hebt er nu twee soorten. Ja, sal soil. Ik kan je even zien in nether. Denk, ah nee, dat is sal scent. Kut. Ik hoop dat het sal soil is. Ja. Ik kan deze gebruiken. Lekker. What the fuck, als je dat weg doet, komt er precies zo'n geestgeluidje uit. Ah, ah! Als je iets dicht tegen lava staat, dan sta je in de fik. Oké, boys, we back. En we zullen zien... Ah ja, waarom de fuck zijn hier schapen? Waar komen jullie ineens? Ah ja, Mozes. Ik ben echt Mozes echt vergeten, gewoon. Sorry, Mozes. Oké, goed. We gaan de nieuwe sal dingen maken. En dus eerst nieuwe sal toortjes. Laten we eerst die maken. En dan... Tadaa! Oh jee. Yeah. En dan moeten we gewoon wat iron nuggets rond jieten. En dat is gefixt. Dus pak dat we er 6 willen of zo. Ja. Ah, hoe maak je chain? Hallo. Oké. Dus voilà. En zo. Oh jee. Yeah.
That's looking pretty good. Oké, dan ga ik deze torches. Voilà. Prachtig. En dan gaan we nog wat chains maken. Ah, volwassen. Ik heb gelijk wel de resources die ik nodig heb. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Zo. Oh ja, oh, er zijn er maar 5. Oké, het is chain per chain, zeg maar. Goed, we gaan ze vervangen. Heb jij nog eten voor mij? Ik zit nu in uw dingen. Ah ja, wacht. Wow, dat ziet er wel fucking nice uit. Wat? Dan halen we deze ook weg. Die heeft precies wel minder licht, heb ik de indruk. Ja, veel minder licht, dat is wel kut. Klopt. Voilà. Dat ziet er op zich wel nice uit, maar die geven weinig licht, man. Kijk, dat is... What the... Oh, what the fuck? Dat is amper iets van licht, yes. Ja, ik ga ze denk ik eigenlijk weghalen. Denk ik toch gewone lanterns er toch beter uitzien. Jammer genoeg. Oké, okay, maar dat wil niet zeggen dat we andere dingen met de saw lanterns kunnen. Wat zeg ik? Met niks kunnen doen met andere blokjes. En dat zijn de chains. Dus ik ga deze even weghalen. Oh, wat is deze nou weer? Voilà. Nou, wat? Je hebt een spawner hier of? Ja. Oeh yeah! Fucking nice, kijk naar boven. Episch toch? Ja, yes. Nu ik ga kijken of dat er misschien iets mooier uitziet aan de voorkant van de huizen. Jarn weet precies niet zo goed wat hij wilt, heb ik het gevoel. Ziet dat er cuter uitzien of niet? Ja, waar ziet er cuter uit? Als die lantern aan een ding hangt. Dat ziet er leuker uit, joh. Ja, inderdaad. Oké, dus we gaan nog heel wat chains mogen maken. Ik kan ook wel zien wat we gaan doen met saw lanterns. Maar boys, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Als je het een beetje leuk vond, dan laat een duimpje omhoog. Abonneer, ik zie je de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg, ciao.